Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. En vandaag spelen we Wie is de Leugenaar? Als allereerst hier mijn drie gasten. De naam is Hamza Farsi, a.k.a. Shoesaver. En ik kom Badr helemaal duizelig maken. Mijn naam is Mokhtar, a.k.a. Parijunu Bailao. En ik kom hier mijn verhaal vertellen. Ik ben Rashid, a.k.a. de broer van Parijunu Bailao. Ik kom Badr helemaal gek maken. Wat denk je? Wat denk je? Wat de bedoeling voor vandaag is, ik heb drie gasten uitgenodigd. Alle drie de heren gaan aan mij een verhaaltje vertellen en daarvan is één de leugenaar. Aan mij de taak om uit te vinden wie dat is. Wat weet Badr niet van mij, broer? Bro, het kan ook gewoon iets van vorige week zijn. Dus, maar laat gewoon in het algemeen. Wacht, jullie moeten mij helpen met waar. Kom maar. Ik moet gewoon vragen. Ja. Hey, Sjaal. Hey, ik denk niet dat je dit gaat weten, jongen. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, gaat dit niet weer op af. Geloof mij. Wat? Oké. Wie denk je dat nu de leugenaar is? Gewoon, doe maar even een eerste indruk. Wat is je eerste indruk? Wie is de leugenaar? Kijk die man straight in zijn ogen aan, hoor. Rashid. Ik ben de leugenaar. Ik denk dat Hamza, die kan goed liggen, mocht dat, kan nog een beetje goed liggen, maar Rashid niet. Dus keer alle heren, laten we gaan starten. Hamza F. Ja. Badr B. Zo word ik niet graag genoemd. Oké. Maar Hamza F staat op mijn blaadje. Uit Purmerend. 2 meter. Wat bevind je hier? Ik kom mijn verhaal vertellen. Je verhaal? Ja. Ja, dan zou ik zeggen, vertel je verhaal maar. Nou, het was rond december. En ik had net sinds september een fatbike gekocht. En mijn broertje had destijds nog een Samsung. En met die Samsung kan je je fatbike hacken, waardoor die harder gaat. Normaal ging hij maar 50, maar nu kon hij 100 km per uur. Dus ik zal hacken en ik ga naar de dijk, ik begin te fietsen. Die fiets komt uiteindelijk op 80 km per uur. En op 80 km per uur viel hij uit. Ik stop, ik kijk zo naar mijn fatbike. Mijn fatbike stond in de fik, man. Dat is mijn verhaal. Oké. Oké, heb je vragen? Ik heb zeker vragen. Oké, top. Rond december. Ja. Wat ik wel interessant vind is buiten de vragen om... dat je hele goede details erbij toevoegt. Ja. Als in, je bent niet voorbereid om me vragen. Maar hierbij. Je broertje, Samsung, welke telefoon was het? Het was zo'n Samsung A80 of zo, man. A80? Zoiets. Bestaat dat? Volgens mij wel. Oké. Ja. Ik weet niet veel van Samsung. Ik heb al sinds jeugd iPhones, man. Ja. Ja. In de fik, hè? Op de dijk. In de fik, op de dijk. Wat heb je toen gedaan? Afgeblazen. Met mijn voet erop, toen het uitging. Het was niet een huisbrand of zo. Het was gewoon die kleine computer, stond gewoon in de fik. Een huisbrand? Het was niet een huisbrand. Nee, het was gewoon een kleine fik. Ja, hoe zou het een huisbrand kunnen zijn als het een fiets is? Nou, ik bedoel gewoon dat de hele fiets, inclusief de banden en het metaal in de fik zouden staan. Maar dat was alleen de computer. Nee, oké. Bij de accu. Heb je niet de ambulance gebeld of zo? Ambulance, omdat het de fik aanstaat. Ja. Waarom? Waarom zou ik de ambulance bellen? Scherp. Oké. Ik weet genoeg... Weet je het zeker dat je genoeg weet? Je kan alles vragen. Hamza F. Ja. Je kan alles vragen. Fiets in de fik. Fat brand. De fik. Ja. Fatbike. Ik weet genoeg, Hamza. Je kan, weer daar plaatsnemen. Doe je, Badr B. Volgende gast. Mokhtar Knight. En je weet het wel. Ja. 4-2. Ja. Goed dat je het zegt, jongen. Ja. Jij gaat liegen, hè? Is dat wat je denkt? Ja. Dan lieg ik wel, als jij dat wilt. Ja? Ja. Oké, want ik zie hier ook dat jij best wel wat geflikt hebt in het leven. Mm. En ik heb namelijk wat documenten gekregen. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben nu op dit moment 42 jaar. Klopt. Ja. Maar je ziet eruit als 13. Dat klopt. Dus waar gaat het mis? Dat is mijn plan van aanpak. Oké. Dan laten we niet te veel gaan praten. Kom maar op. Ik had laatst, ik denk nu 2 weken geleden, een vlucht geboekt. Met mijn kleine broertje, Parijunu Bailao. Ja. Een vlucht geboekt. En ik was gegaan naar Faro in Portugal. Ja. Ik weet niet of je daar bewust van bent. Waarschijnlijk niet, want ik heb jou tot de dag van vandaag nog nooit gezien. Klopt. Ben ik teruggegaan. 5 dagen zijn voorbij. Terugboeken. Ging ik eerst even langs Luton in Londen. Mm-hmm. Ja. Luton, Londen, hè, airport. Ja. En daar is toch eens even wat gebeurd. Wat is daar gebeurd? Ik zeg het niet graag, maar ik heb op de grond moeten slapen. Ja. Ik zat eerst in de moskee te slapen. Mm-hmm. En,
En ik lig daar te slapen en opeens word ik wakker gemaakt door een Engelse vrouw. Ja. Hey, you need to get out of here. Ja. Dus ik zeg, ja, wow. Weet je wel, wow. Ja. Ik ben daar dus. En ik heb mijn plekje gevonden ergens in de hoek. Op het airport, weet je wel. Dus ik slaap op een kleine tasje. Ik had een tasje, een grote tas en een schoudertas. Ja. Dus ik slaap met mijn hoofd op die schoudertas. Want die andere was gewoon veel te groot, dus zat mijn nek zo, weet je wel. Ja. Dus ik zit te slapen, wekker gezet om 6 uur. En, of om 5 uur, sorry. Ja. En ik hoor opeens geroezemoes. Ik denk, ik ben aan het dromen of zo. Ja. Ik hoor geroezemoes. Doe ik mijn ogen open en oog, zie ik gewoon iemand mijn tas pakken, verdomme. Ja. Nou, wat denk ik dat ik doe? Ik schrik me dood. Ik schrik me de pleuris, ik word wakker. Ja. Ik zie hem gewoon mijn tas pakken. Ja. En ik zie hem hobbelen, ervandoor. Ja. Nou, ik denk, wat is dit nou? Dus ik ren achter hem aan. Ik heb nog nooit geschreeuwd en ik zeg gewoon, ik schreeuw gewoon help. Alsof ik pijn had, ik schreeuw gewoon help. Ja. En ik zie hem zo en ik denk, ja, wat moet ik nu doen? Ik ben beroofd. In Luton. Dat is wat er is gebeurd, ja. Ik zie hier inderdaad dat jij laatste vlucht hebt gepakt met EasyJet flight nummer 678FA. Klopt dat? Dat klopt zeker. Zat jij op stoel 24C naast een mevrouw die best wel vol was? Dat klopt zeker. Moet ik dit nou echt gaan zeggen? Stong ze een beetje? Nou, je hebt zeker gelijk, ja. Oké. Laten we even ter zake komen met mijn kapotte bril. Ja. Hoeveel heeft het jou gekost, die vliegtickets? En heb je dan over in totaal heen, terug, precies, alles? Ja, alles. Alles? Ja. Nou, dan zit ik wel rond de... Ja, kan mij niks schelen eigenlijk. Wat is er nou echt gebeurd? Wat voor man was het die jouw tas pakte? Ik ben beroofd door een man. Dat was een Pakistaanse man. Ja. Je zou denken van, wat doet hij hier, weet je wel? Ja. Maar uiteindelijk, als je mijn verhaal had laten vertellen, dan kwam er zijn verhaal erachter te komen. En dan weet je gewoon waarom je dat gedaan. Maar beantwoord je me nou mijn vraag? Of wat ben je allemaal? Ik zeg, het was een Pakistaanse man. Pakistaanse man, oké. Dat is wat ik wil weten. Ja. Hoe zag hij eruit? Hij had een baard. Ja. Geen snor, alleen een baard. Ja. Hij had zijn haren. Ik denk dat hij 5 weken niet naar de kapper was gegaan. Ja. En het was helemaal naar achter. Ja. Niet met gel, gewoon naar achter. En als jij nu kan vertellen, wat denk jij dat die man op de airport deed? Ja, ik denk dat ik wel zeker weet dat hij aan het doen was. En het was hem bijna gelukt ook. Hij was even mensen aan het beroven. Wat dacht je daarvan? Oké. Dit klinkt heel zakelijk. Nou, het was niet zo zakelijk, jongen. Want het was een schrik van mijn leven. En hoe heb je het opgelost? Ik heb het opgelost door uiteindelijk was hij gestopt door de security guard van het Luton Airport. Ja. Heb ik mijn tas gekregen. Oké. Ik heb het opgelost door te schreeuwen eigenlijk. Ja. Zoals je weet. En wat is er met hem voor de rest gebeurd? Ik heb geen flauw idee. Sterk antwoord. Ga maar weg. Ik kom naar de volgende. Rashid B, a.k.a. Jonathan. Ik moet even mijn mouw opstropen, ja? Ja. Gek genoeg heb ik geen informatie over jou gevonden. Nee. Hoe komt dat? Maar onder de radar. Onder de radar. Dat klinkt gevaarlijk. Ja. Net zo'n verhaal wat ik ga vertellen. Ja, 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 ja. Ja. Het laat me een beetje lachen, want ik geloof niet dat jij een echt verhaal gaat vertellen. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Dus ik doe mijn bril weer af, die bijna kapot is voor de tweede keer en ik luister graag. Nou, ten eerste wil je die bril uit je mond halen nu, direct. Natuurlijk. Want ik ben nu de baas. Vertel eens, en praat eens een beetje wat harder, want ik wil je duidelijk horen. Mijn verhaal. Ik heb de schrik van mijn leven gehad. Ja, daar begint het al maar. Ga verder, jongen. Ik was bijna dood. Nou, op een klaarlichte dag, zonnige dag, was ik met een maat van mij in de auto. Niet 1 maat, 2 maten om precies te zijn. Mm-hmm. En ik zat voorin. Mm-hmm. En we reden op de snelweg. Mm-hmm. Snelweg, een bocht maken. Er kwam een motor naast ons rijden. Mm-hmm. Een motor, beetje die een beetje gek was. Mm-hmm. Hij volgde ons al een tijdje namelijk. Mm-hmm. Op de snelweg. Hoe we van de snelweg afkwamen, kwam hij naast ons rijden. Mm-hmm. Tikte hij onze spiegel er vanaf. Ja? Niet er vanaf, maar scheef. Ja? Daar ga je al de mist in? Nee. Nee? Nee. Oké. Nee. Vertel eens hoor. En hoe die dat deed, de bestuurder naast mij werd een beetje pissig. Ja. En die reed achter hem aan. Ja. Hoe die achter hem aan reed, crashten we bijna tegen de motor op de vangrail. Dus mijn verhaal, ik was bijna dood. Dankjewel. Oké. Hier
Dit zijn lastige dingen natuurlijk. Wie was de bestuurder? Nou, dat was gewoon een hele goede maat van mij. Een hele goede maat van jou? Een hele goede maat. Oké. En mag ik vragen waarom je... Ik ga hem gewoon Amsterdam noemen. Amsterdam. Oké, nee, dan weet ik wel waar het over gaat inderdaad. En wat voor auto reed hij destijds? Waar heb je hem te pakken? Dezelfde auto die hij nu nog steeds rijdt. Een Opel Corsa. Opel Corsa. Ja. Twee deurs. Twee deurs. Waar zat je? Rechts voor. Oké. Okay. Je zat er rechts voor? Ja, rechts buiten. Rechts buiten? Ja. Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, reed jij op de snelweg en iemand tikte gewoon de... Ja, hij werd gewoon een conflict gemaakt met ons. Maar hij zat op de motor? Hij zat op de motor. En hij tikt gewoon die scherm aan? Hij tikt gewoon die lamp zo, die spiegel. Die spiegel tikt hij aan? En net lamp? Ja. Ja. Dus hij tikt hem zomaar aan? Gewoon zomaar. Nee, volgens mij was gewoon een beetje pissig, weet je. Pissig, oké. Okay, ja. Dus Mr. Amsterdam rijdt achter hem aan? Ja, helemaal gek. Helemaal gek, moet je natuurlijk nooit doen. Moet je nooit doen. Nee. Dus hij rijdt achter hem aan? Ja. Vol gas. Vol gas. In zijn vijf. En doordat jullie bijna een crash maakten, hebben jullie het uiteindelijk gelaten. Ja. Heb ik hem kunnen... Dimmen. Rusten. Ja. Heel goed. Oké. Okay. Hoe heb je dat ervaren? Nou, hoe was je gevoel dan? Schrik van mijn leven. Schrik van je leven? Mijn hart zat in mijn kont. Ja. Voordat je het weet. Dat is ver. Ja, ver. Heel ver. Heel ver naar beneden. Oké. Okay. Ja. En stel je voor... Je krijgt nu een miljoen euro. Zou je het opnieuw ervaren of niet? Nee. Nee. Hij raakt de controle kwijt over het stuur. Begrijp je dat? Ja. Ze houdt het niet meer in zijn eigen handen. Okay. Het lot bepaalde uiteindelijk wat er met ons gebeurde. Ja. Daarbij ga ik het ook laten. Oké, dus ik neem aan dat je geen antwoorden meer wil geven. Nee. Oké, dan verzoek ik je vriendelijk om te vertrekken. En dan is nu de vraag, wie ga ik wegstemmen? Zoals jullie hebben gezien, beste kijker, heb ik drie verhalen aangehoord en jullie ook. Als allereerst, abonneer op mijn YouTube-kanaal en laat vooral jij nu in de reacties achter wie jij denkt dat de leugenaar is. Maar nu is het aan mij de taak om te gaan uitvinden wie de leugenaar is. Laat ik even terugblikken naar het verhaal van Hamza. Hij had het over een fatbike die in de fik was. Hij noemde opvallende dingen zoals huisbrand en de fatbike natuurlijk. Op de dijk was het gebeurd. Ik vond het aardig spannend. Maar ik moet toch wel zeggen dat hij erin blijft. Want ik denk toch wel dat het een leugenaar kan zijn. Dan gaan we door naar het tweede verhaal. Mokhtar N. Hij had het over iets met een beroving op Luton Airport in Londen. En dat vond ik ook opvallend. Want ik wist wel welke vluchtnummer, welke stoelnummer naast wie die zat. Is het echt? Ik weet wel dat hij daar een nachtje heeft moeten doorhalen. Maar wat is er die nacht nou duidelijk gebeurd, weet ik natuurlijk niet. Dus nu is de vraag... Is het echt gebeurd? Pakistanse man die hem heeft beroofd. Alles bepalen natuurlijk, want als ik zeg dat hij erin blijft, is automatisch Rashid B. eruit. Maar laten we eerst gaan terugblikken naar Rashid B. voordat ik ga zeggen of hij erin blijft. Rashid B. had het over een verhaal dat hij bijna dood was. En dan moet ik je eerlijk zeggen, hoe ik hem ken, is het een best wel serieuze jongen. En is het niet die jongen die zomaar een leugen zal verspreiden. Hij heeft het over Mr. Amsterdam. Mr. Amsterdam is een intelligente jongen, maar kan heel snel boos worden. Dus daarom denk ik ook... Dat Rashid B, a.k.a. Jonathan, hierbij eruit zit. Hamza F, Mokhtar N, blijven erin. Want één van hun is de leugenaar. Laten we doorgaan naar de volgende ronde. Hamza F, we zijn aangekomen bij de tweede ronde. En zoals je weet ben jij overgebleven. Omdat ik denk dat jij onder andere een leugenaar bent. Wat heb je daarop te zeggen? Wie weet, misschien ben ik wel een leugenaar. Misschien ook niet. Oké. Okay. In de tweede ronde zal ik je even uitleggen. Gaan we er dieper op in. Ben jij ready? Ik ben hartstikke ready, man. Oké, okay. Dat hoef je mij niet te vragen. Het is mijn show, ik bepaal. Oké, sorry. Als allereerst, wat waren de kosten van die fatbike? 950 euro. 950 euro, waar heb je hem gekocht? Marktplaats. Waar? Via een verkoper. Ja, waar? Welke stad? Oh, Venlo, man. Wat? Venlo. Venlo? Ja, Venlo. Venlo? Ja. Oké, okay. Oh, ja. Hoe ben je naar Venlo gegaan? Met de auto. Van wie? Van mijn vader. Samen met je vader? Nee, mijn broer. En heb je hem zo in de auto gestopt? Ja. Oké, okay. Welke kleur was de fatbike? Zwart. Helemaal zwart? Zwart met stickers, blauw en rood. Oké. Okay. Ja. De fatbike nu, waar is die gebleven? Hij zat in de achtertuin. In de achtertuin? Al maandenlang. En hoe, wat is de status nu? Ja, als ik een nieuwe computer bestel, allemaal bedrading, kan die gefixt worden. Ja.
Maar ik weet nog niet of dat de investering waard is. En hoe ziet die bedrading er nu uit? Verbrand. Zwart. Zwart? Gedeeltelijk. Sommige zijn nog intact, sommige zijn helemaal verbrand. En dat heb jij gecheckt? Ja. Heel makkelijk te checken. Oké. Okay. En zoals je al zei, het was op de dijk. Je reed 80 km per uur? Ja. Oké. Okay. Ga mij eens even uitleggen hoe een Samsung A80 een fatbike gaat chippen. Hoe werkt dat? Vertel mij eens. Er is dus een app op de Play Store. En daarmee kan je fatbikes opvoeren. Ook elektrische steppen en wat dan ook. En wat is die connectie? Bluetooth. Bluetooth? Ja. Bluetooth. Via die Bluetooth gaat die fatbike ineens 80 km per uur? Ja, je drukt op een knopje, je wacht een half uur. Dan moet het downloaden op het systeem en dan gaat het 80. Heel simpel. Ik kan het ook niet lastig maken. Oké, en tijdens het fietsen, moet je dan die telefoon bij hebben of niet? Nee, het is gewoon, je codeert het eigenlijk. Je codeert maar hoe werkt het dan via Bluetooth als je ineens 80 gaat? Dan moet je het toch gewoon downloaden? Ja, dat downloaden duurt dus een half uur, zoals ik zei. En dat gaat via Bluetooth? Dat hoeft niet via Bluetooth downloaden? Jawel, want kijk, het downloaden gaat niet via de telefoon. De telefoon activeert iets in de fiets, waardoor het gaat downloaden. Dat heb ik ook met mijn elektrische step gedaan. Weet je dat toen ik een step had? Nee. Nou. Ik had ook een step, die ging eerst 25, en dan ging 35. Precies met dezelfde telefoon en hetzelfde systeem. En hoe lang geleden daarvoor had jij die step? Oh, die step had ik in 2022. 2022? Ja. Maar toen had je broertje nog geen Samsung A40? A80. A40? A80. A80, ook goed. Die wel. Had die wel? Ja, zeker. Hij had hem toen een jaartje, ongeveer anderhalf jaar. Mokhtar N, welkom terug bij de volgende ronde. Dankjewel, meneer. Je begrijpt dat ik jou hier heb uitgenodigd omdat ik je verdacht van een leugen. Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Oké, laten we gelijk doorgaan. Ik ga je wat diepere vragen stellen. Mm-hmm. En ik ben benieuwd wat jouw antwoorden erop zijn. Wat voor tas was het eigenlijk? Laten we daarmee beginnen. Het was een tas die ik heb de dag voordat ik ging vertrekken. Nee, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg wat voor tas is het? Het was een Guess-tas. Een Guess-weekendtas. Guess-tas? Ja. Het klinkt duur. Nou, was een koopje. Wat is een koopje? Was in de korting. Noem eens wat prijs op. €67. Was je eigenlijk bang? Ik was zeker bang. Ja? Ja. Wat voor angsten kwamen naar boven? Angsten van... grotere angst was de pak slaag die ik thuis zou krijgen, inderdaad. Ja. Nou, want ik nam kleren mee. Ja. Kleren van mezelf natuurlijk. Ja. Kleren die ik heb gekregen. Ja. Bijvoorbeeld mooie setjes. Ja. Maar er zaten ook kleren in van mijn broers bijvoorbeeld. Oké. Okay. Weet je wel. En dat wil je niet kwijtraken natuurlijk. Nee. En vlak voordat ik ging vliegen, heb ik te horen gekregen. Eén zin, hè. Als je dit kwijtraakt, daar stopte het. Ja. Dus dan weet ik al hoe laat het is. Dan weet ik ook hoe laat het is, want dat herken ik wel zeker. Ja. Dus ik begrijp jouw angst. Want jij hebt ook broers? Dat doet er niet toe. Oké. Even opschrijven, je was bang. Wat je hebt gezegd tegen hem klopt ook. Wat voor tas het is. Het is een Guess-tas. En hij kostte €64, hè? €67. Ja. Ja, dat was even een intikkertje. Maar ik denk dat ik toch ook wel genoeg weet van jou. Heb jij nog wat te zeggen? Nee, ik heb niks te zeggen. Ik zou zeggen veel succes. Ja. En dat was het wel voor mij. Oké. En jij beweert dat dit een leugen is, toch? Ik hou mijn mening voor hem inderdaad, ja. Je mag weer ophoepelen. Ja, is goed. Ik heb mijn hersens gekraakt en het was een moeilijke beslissing, maar ik ben toch tot een besluit gekomen. En hierbij ga ik jullie vertellen wat mijn gedachten me vertelt. Als allereerst, we hadden nog Hamza F. uit Purmerend over en we hadden nog Mokhtar N. uit Purmerend over. Allebei hebben zij mij een duidelijk verhaal verteld en allebei heb ik ze goede vragen kunnen stellen en hebben ze mij goede antwoorden kunnen geven. Daarom is het voor mij moeilijk geweest om een beslissing te maken. Laat ik beginnen met Mokhtar N. Mokhtar N vertelde, zoals ik al zei, over Luton Airport, wat er was gebeurd. En hierbij moet ik toch gaan vertellen dat ik denk dat Mokhtar de leugenaar is. Hamza F. sprak over een fiets die in brand was gegaan tijdens het fietsen. En dat zou zomaar kunnen. Want Hamza F. komt heel vaak met de gekste verhalen die ook nog eens waar zijn. Dus nu is de bedoeling, ik ga mijn gasten naar voren halen en één voor één mogen zij mij gaan duidelijk maken of zij een nep verhaal aan het vertellen waren of een echt verhaal. Hierbij als allereerst Rashid B. a.k.a. Jonathan. Rashid B., je staat voor mijn neus en ik wil dat jij mij heel gauw duidelijk gaat maken of jij de waarheid sprak of dat jij vol in mijn gezicht aan het liegen was. Ik sprak de waarheid.
Ja, 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 Rashid. Ik ken je te goed hiervoor. En daar heb je me te pakken, weet je. Daar heb ik je te pakken. Hou die aan daar. Oké. Maar hierbij wil ik je wel hartelijk danken voor de deelname. Ja. En ik wens je nog een hele fijne dag en een fijne toekomst tegemoet. Hartstikke bedankt. Dank je wel voor je deelname. Ook. Hamza F, welkom terug. Zoals je weet gaan we nu een bekendmaking doen. Rashid had ik al goed. En nu is de vraag, weet ik wie de leugenaar is of heb ik het gewoon fout? Ben je zeker van je zaak? Ik ben hartstikke zeker van mijn zaak. 100%. En ik weet gewoon dat jij de waarheid aan het vertellen was. Want die verhalen van jou, ja, gestoord. Hierbij wil ik even dat je nu meteen aan gaat geven. Sprak jij de waarheid of heb jij gelogen? Ik sprak. Het is leuk om je de feest te zien. Ik sprak. De waarheid. Hier hou ik van. Hier hou ik van. Hier hou ik van. Hier hou ik van. Shit, man, hier hou ik van. Mochtar N, welkom. Oude leugenaar. Dus jij dat je mij in de zaak kon nemen? Mooi niet, jongen. Dat was mijn plan, jongen. Dat was je plan? Ja, ja, ja. Dus jij gaat mij vertellen dat je aan het slapen was op Luton Airport en dat je tas werd gestolen? Ja, dat ga ik vertellen, ja. Maar ben jij dom? Waarom? Denk jij niet dat jij mij de volgende dag gelijk een bericht had gestuurd met: hey, buddy, je gelooft nooit wat er deze nacht gebeurd is? Ja, want je denkt dat wij vrienden zijn of zo. Ja. Dat is wat je denkt. Ja, dat zijn we niet. Je bent niks meer, niks minder dan gewoon een collega tijdens het werk. Oké. Mijn echte vrienden zitten aan die kant van de camera. Oké. Mocht ik van jou in ieder geval wel hartstikke bedanken voor de deelname. En volgende keer een iets betere bullshit verhaal als je het komt vertellen. Ja? Ja, is goed, dankjewel. Hier bij een hand. En ook jij mag je A-flesje daarop halen. Dankjewel. Beste mensen, hierbij ook de afsluiting van de video. Ik vond het hartstikke gezellig. Abonneer op mijn YouTube-kanaal, want we moeten richting de 10.000 abonnees. En dit was een professionele video. Ik heb er veel moeite in gestopt. En hierbij ook een leuke video geworden. Ik ben er zeer tevreden over en ik hoop dat jullie hier ook zeer tevreden over zijn. Er gaan nog meer video's hierover komen en nog veel meer leuke gasten. Dus abonneer op mijn YouTube-kanaal, laat een like achter. Reageer in de comments wat jullie hiervan vonden. En op naar meer. En dan zeggen we zoals altijd in 3, 2, 1. Peace out.